Dit is een verhaal dat nooit verteld mocht worden. En het is een gruwelijk verhaal. I don't know if you heard about the Van Imhoff in any case. The only thing I know is that my grandfather was a captain of a boat, like love boat. A love boat? Okay, wow. Jij wist er helemaal niks vanaf? Ik wist er helemaal niks. Ik wist het al toen ik 8 was. Echt waar? Ja, echt. I cannot exclude that maybe something happened that you will not like. Velen werden verdrukt of vertrapt, want iedereen probeerde in paniek vanuit de krappe kooien over elkaar heen naar buiten te kruipen. Anderen sneden hun polsen open om niet levend door de haaien opgevreten te worden. In 1942 speelt zich op de Indische Oceaan een drama af aan boord van het Nederlands koopvaardijschip de Van Imhoff. 411 onschuldige Duitse mannen verdrinken nadat ze door de Nederlandse bemanning doelbewust zijn achtergelaten op volle zee. Hätten die Holländer zusammen mit uns alles ruhig überlegt und wären alle vorhandenen Boote und Flüsse voll ausgenutzt worden, wäre niemand ertrunken. The captain was the first one who left, and the first one with some people of the crew. I'm sorry to tell that to you, being the granddaughter of Mr. Hoeksema. Dit is mijn oud-collega Dick Verkijk. Hoe gaat het, jongen? Jezus. Jongens, lang geleden. Ja. Hij maakt een film over dit verboden verhaal. Ongeveer op deze hoogte mag zo'n film blikken. Hij stond op Van Imhoff. Het kost hem zijn baan bij de VARA. En zijn film is spoorloos verdwenen. Het is echt een doofpot. Mensen die elkaar bellen, die elkaar kennen uit het verzet. Verweven elite in die tijd. En die houdt het gewoon onder de pet. Voel jij je dan verantwoordelijk? Of ja, zo? Toch wel. Ja. Het is toch wel de directe familielijn. Maar je bent er niet verantwoordelijk voor. Ja, yeah, you make bad decisions then. You know, and then does that make him a war criminal? I have the impression that you maybe put your view too much on like defending the behavior of your grandfather. Ich glaube, das ist es. Ja, ja, man sieht Karl. Gott hat uns lieb, wir finden einander wieder im neuen Jahr unter dem Lichterbaum. Also das war anscheinend der letzte Brief, der wirklich angekommen ist. Oder zumindest der letzte, den du bei dir hast. War das ein Kriegsverbrechen? Ich habe es immer als solches bezeichnet. Es war gewoon ein Frachtje. Ja, super heftig.